Practicum is dus wat ik zei, een JavaFX-applicatie, wat je eigenlijk bij OP2 ook hebt moeten doen. Alleen ga je er nu echt daadwerkelijk een MySQL-database op aansluiten. Dus niet meer een DAO met nep-data erin. Dus we gaan echt daadwerkelijk met een database communiceren en dergelijke. Heeft Pieter Leek allemaal uitbedacht en gedaan. Volgens mij een hartstikke leuke opdracht. Dus zoals hier ook staat, zorg ervoor dat je wel gewoon op tijd met die opdracht bezig bent en ermee bezig blijft. Want blok 4 is net als blok 3 echt gigantisch druk. En zeker nu met al die tentamens die ook nog ingehaald moeten worden, kan je het je eigenlijk niet gaan veroorloven door nu te gaan slekken en achterlopen en dergelijke. Dus zorg ervoor dat je bijblijft. Tentamen. Origineel gezien zou dat een Moodle-tentamen van ongeveer 30 vragen zijn. Nou ja, omdat we nu dus niet meer een gecontroleerde omgeving hebben waar jullie dat tentamen in kunnen afnemen. Moet er iets anders voor verzonnen worden? We weten alleen op dit moment nog niet wat. En het wordt hopelijk heel snel duidelijk hoe wij nu het nieuwe tentamen wel mogen gaan geven. Er zijn wat voorstellen voor ingediend, maar we mogen dat nog niet aankondigen totdat daar ook daadwerkelijk een goedkeuring op is gekomen. Dat cijfer. Practicum is net als met OOP2 voor een cijfer of voor een OV. Dus je levert eigenlijk elke week iets in, je docent kijkt ernaar, je krijgt de feedback op. Aan het einde van het geheel wordt het geheel nog een keertje bekeken en krijg je een OOV op CIS erbij. Het is dus een verplicht onderdeel. Voor de mensen die herkansen, als die nu ook bij mij zitten te luisteren, die moeten ook de practicum gewoon doen als ze nog geen OOV hadden gehaald voor het practicum vorig jaar. Dus het is voor hun dan ook gewoon een verplicht onderdeel. Heb je de herkansing, of heb je vorig jaar wel een practicum afgesloten voor een voldoende, dan is in principe het practicum onderdeel niet verplicht. Ik raad het je wel ten zeerste aan om het gewoon te doen, omdat we daar natuurlijk ook wel weer op gaan voortborduren met een tentamen en dergelijke. Nou, hoorcolleges doen we dus online. Via Virtual Classroom, Discord, Twitch. Maakt allemaal niet uit. In ieder geval, we zorgen ervoor dat het bij jullie live in de huiskamer of in de kamer binnenkomt. Om de hoorcolleges tussendoor gewoon wat oefeningetjes op jullie te kunnen doen, hebben we een Mentimeter. Er komt straks een Mentimetercode naar voren. Daar ga ik eens in de zoveel tijd even doorheen klikken voor wat vragen en wat pollmomenten. We gaan even kijken hoe dat gaat. Dus dat zien we wel. Ja, dat zei ik net. Studiematerialen, ja, voornamelijk online resources. Er zijn wel een aantal boeken, in dit geval relationele databases en SQL, zou je kunnen aanschaffen. PDF'jes online wordt een beetje lastig volgens mij, gezien dat het ook een Nederlands boek is in dit geval. Maar met name, als je een beetje met je SQL in de weer gaat, dan zijn die bovenste paar links, zou je al meer dan genoeg aan moeten hebben om eigenlijk alles mee te kunnen doen wat je ermee zou willen kunnen doen. En als laatste, ja, lees in ieder geval even de studiehandleiding. Weet je wat je te wachten staat. En meld je ook aan op de DLO in de juiste groep. Zodat je in ieder geval ook als er mailtjes gestuurd worden, dat die bij je aan gaan komen. Eén momentje, heel even kijken wat mensen allemaal roepen. Ah, dat was allemaal nog van het geluid en dergelijke. Dat is gefixt. Dus met dat gaan we aan de gang. Dus ik ga naar mijn volgende PowerPoint schakelen. En dat is deze. Moet ik wel even die weer op een ander scherm gooien, dan wordt het heel irritant. Zo. Dus wat is de agenda? We gaan het hebben over nou, nog een keertje de ERM's, hoe we dat ook weer deden. Jullie krijgen daar zo meteen van mij ook een opdrachtje voor. Dus dan gaat de timer lopen. 10 minuutjes mag je heel even gaan rommelen. Dus pak alvast pen en papier als je dat niet bij de hand hebt. Of tenzij je heel handig en bent met Paint, kan dat ook nog wel. Daarna gaan we het nog even hebben over het fysieke datamodel en wat aanpassingen daarop. En daarna gaan we eigenlijk wel heel snel over naar gewoon SQL. SQL is gewoon een belangrijk onderdeel om database begrippen te krijgen. Het is leuk dat je zo'n database allemaal in elkaar kan zetten en kan tekenen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je ook gewoon de queries weet te schrijven en hoe dat allemaal werkt. Dus als het goed is, draait mijn Mentimeter nu al. Ga ik heel even naar die toe. Dus als het goed is, kan jij nu naar Mentimeter of menti.com en de code 698859 invullen. Die draait nu bij mij, dus die zou het moeten doen. Ik kan wel even op hoofdscherm gooien.
Als het goed is, zie je bij het aanmelden dan deze langskomen. Is voor nu nog niet zo heel relevant, maar dan kan je hem alvast openzetten. Ik zie in de Twitch een vraag staan: is NoSQL ook niet gewoon een stuk makkelijker? Dat het NoSQL betekent, betekent niet dat het daadwerkelijk ook niet echt een soort van SQL-taal achter zit om met zo'n database te communiceren. NoSQL is gewoon een hele andere manier van het nadenken over je database dan dat je dat met een relationele database doet. Dus in dit geval iets eraf halen maakt het niet minder makkelijk of moeilijk. Kan ik ook nog een beetje zien hoeveel mensen erin zitten ondertussen. Oep, nou ja, het zal wel. Nou ja, die code komt zo meteen nog een paar keer langs, dus ik ga gewoon verder en dan zien we het wel. Dus, wat kennen we al? Jullie hebben bij databases 1 geleerd wat een EED is, wat daar wel en niet mee kan. Dus in dit geval dat het entiteiten met attributen en identifiers zijn. Dat er relaties tussen die verschillende tabellen zitten en dat daar eigenlijk drie verschillende types in zitten. Het kan een 1-op-1 relatie zijn, het kan een 1-op-meer relatie zijn of het kan een meer-op-meer relatie zijn. En zo waren er nogal wat zaken. Vervolgens hadden we het fysiek datamodel. Daar werden eigenlijk de tabellen met attributen ook primary keys en foreign keys eraan toegevoegd. En dat was een weergave die je ook in Workbench kan overnemen of als strokendiagram. Alleen strokendiagram was officieel geen onderdeel van databases 1. Dus de ene klas heb ik misschien wel voorbij zien komen, de andere niet. En we hebben het in databases 1 gehad over SQL. Dus in dit geval, hoe maak je een tabel aan? Hoe kan je hem aanpassen? En met name ook, hoe voer je de CRUD-acties uit op een database? Dus een select, een inset, een update en een delete. Dus om te kijken of jullie nog een beetje die skills van databases 1 in de vingers hebben, gaan we heel even een oefeningetje doen. Het was ook mooi, het is op mooie tijd, 9 uur. Dus pak even pen en papier of doe het in Paint of doe het in Word, maakt ook niet uit. Maar ik ga jullie nu zometeen een verhaaltje tonen. Ik ga dat ook niet oplezen, mag je helemaal zelf doen. De bedoeling is dat je daar een EED gaat opzetten aan de hand van dat verhaaltje. Dus ik ga hem nu openzetten, ik ga de timer aanzetten en dan wens ik jullie daar heel veel succes mee. Gaan we daarna even nabehandelen en gaan we eigenlijk heel snel door naar gewoon het onderdeel wat bij deze les vandaag hoort. Dus Windsurf Vereniging Gaasperplas. Ja, timer valt er net iets overheen, soms dat wel even bijschaven. Dus ik zou zeggen, heel veel succes ermee. 10, 9, 8. Oké, dat was de tijd. Hoe ga ik dit nu doen? Ik ga heel even gewoon met jullie het verhaaltje doornemen, zodat je dan kan gaan controleren of je een beetje hetzelfde werkpatroon hebt gehad. Daarna komen zo meteen ook gewoon de antwoorden die jullie zouden moeten hebben, komen zo meteen langs. Ik leg er even wat over uit. En daarna hebben we gewoon dit gedeelte van de herhaling eigenlijk afgerond. Dus als we heel even teruggaan naar mijn slide, wordt er gevraagd, maak een EED van de windsurfvereniging Gaasperplas Windsurfing. Hoe we dit bij databases 1 hebben uitgelegd is van ga nou eerst eens gewoon dus dat hele verhaaltje lezen. En probeer daar ook gewoon als je zo'n markeerstift hebt. Nou op je scherm nu een markeerstift gebruiken gaat wat lastig natuurlijk. Maar op het algemeen hebben we gezegd onderstreep de dingen waarvan jij zegt die vind jij interessant. Daar moet je wat mee straks. Dus in dit geval, als we dit even gaan lezen. De vereniging heeft leden die allemaal een uniek nummer hebben. Nou op het moment dat je uniek nummer ziet dan moet bij jezelf meteen al een belletje rinkelen. Hey, primaire sleutel, daar kan ik wat mee in een database. Dus een vereniging heeft leden en leden hebben allemaal een uniek nummer. Dus we weten nu al, er gaat een lidtabel zijn, want je gaat met enkelvoudige namen werken in een database. En die heeft een uniek nummer. Voor nu weten we niet hoe die heet, dus we noemen hem gewoon even ID-nummer, maakt niet uit. Daarnaast moet elk lid worden bijgehouden, naam, adres, geboortedatum en de datum waarop ze lid zijn geworden van de vereniging. Dus in principe zeggen we hier, we hebben een tabel lid, die heeft een primaire sleutel met een uniek nummer. En daar hoort nog bij de naam, een adres, een geboortedatum
en een datum. Dus je hebt uiteindelijk één tabel lid met 1, 2, 3, 4, 5 attributen erin. Dat is één. Gaan we door naar het volgende. De vereniging heeft 9 zeecontainers die omgebouwd zijn tot stallingsplaatsen voor de surfplanken van leden. De containers hebben een letter A tot J. Er zijn 16 ligplaatsen per container, genummerd 1 tot 16. Ieder lid kan 0 of meer ligplaatsen huren om zijn planken te stallen. Hieruit kan je ook al ophalen dat er nog meer tabellen bijgekomen. Onder andere zie ik hier nu het woord container, containers, ook met een nummertje er weer bij, vaker terugkomen. Dus je kan er eigenlijk de donder op zeggen dat in dit geval in je databaseontwerp container ook een ding gaat zijn waar je wat mee kan. In dit geval heeft een container dus een letter en een nummer. Of in dit geval zijn zelfs de ligplaatsen per container. Dus in een container heb je weer een ligplaats en een ligplaats heeft een nummer. Dus uiteindelijk kunnen we uit dit middelste stukje halen dat er wel twee type tabellen zijn waar we wat mee kunnen. Dus in dit geval de container en de ligplaats. En daartussenin zit dus een relatie, in ieder geval één of meer. En ook nog vanuit een lid naar een ligplaats, want een lid kan dus meer dan één ligplaatsen huren voor zijn planken. Vervolgens, ieder lid krijgt een sleutel van het hek van het terrein. Verder krijgen leden ook nog een sleutel van de containers waarin hun planken liggen. Daarnaast kunnen leden ook andere sleutels krijgen, zoals die van de clubgebouw en onderhoudscontainer. In de leenadministratie wordt bijgehouden welke sleutels er bestaan, de aanschafprijs enzovoort. Oftewel, eigenlijk zie je hier nu 1, 2, 3, 4, wel 5, 6 keer het woord sleutel langskomen. Dus ik hoop heel erg dat je opgeschreven hebt dat sleutel ook een ontwerp in je database gaat zijn. Dus uiteindelijk uit dit verhaaltje hebben wij 4 entiteiten gehaald. Namelijk lid, ligplaats, sleutel en container. Als we daar dan vervolgens de dingen aan vastknopen die we net noemen, dan krijgen we dit. Lidnummer hadden we al gehoord, dat is een primaire sleutel, dus ook gelijk het streepje eronder. Lidmaatschapsdatum, wat er expliciet erbij gezegd werd, dat dat er ook nog bij moest. En vervolgens eigenlijk adres, naam, plaats en geboortedatum. En je ziet dat hier de naam in dit geval is opgesplitst in een voornaam en een achternaam. En het adres is opgesplitst in straat, huisnummer, toevoeging, postcode. Dat is eigenlijk een redelijk gebruikelijk ding om te doen in databases. Dus uiteindelijk is een veld waar een heel adres in staat of een veld waar alleen de volledige naam in staat, is vaak niet zo heel interessant. Je moet je voorstellen dat zo'n database vaak voor veel meer dingen gebruikt wordt dan alleen maar hetgeen wat hier nu beschreven wordt. Stel dat jij straks hier een systeem aankoppelt waarmee je e-mailtjes wil gaan sturen, dan is het heel fijn als jij bijvoorbeeld iemand gewoon puur op zijn voornaam kan aanspreken. En dan wil je niet achteraf in een tabel de hele voornaam en achteraan eruit gaan vissen om vervolgens dan te gaan proberen op te knippen op een spatie en het eerste woord eruit te vissen. Nee, dat wil je gewoon los in een database hebben staan. Dus denk ook altijd met het maken van een database iets verder vooruit en kies niet altijd de makkelijke weg, want de makkelijke weg is niet vaak ook de handigste. Nou, we hadden er ook al bedacht dat er een container ging zijn. Nou, een container heeft in dit geval dus een containercode, A tot J, werd er gezegd. We hebben een ligplaats en een ligplaats heeft een ligplaatsnummer. Dus dat was 1 tot en met 16. En vervolgens hebben we nog een sleutel en een sleutel had een prijs. En een sleutel heeft een naam voor een specifiek kantoor, gebouw, whatever die bij hoort. Dus so far, so good, hoop ik dat jullie dit hebben. Dan komen we bij de relaties. En dan is het gewoon een kwestie van, oké, wat zijn nou de verhoudingen tussen deze dingen? Je kan al heel veel uit het verhaaltje loshalen. Zo werd er onder andere gezegd dat leden meer dan één ligplaats kunnen huren. Nou, je ziet hier ook al van dat een lid kan 0 of meerdere ligplaatsen huren. Maar een ligplaats wordt altijd bij precies 0 of 1 lid. Een ligplaats zit vervolgens in precies één container. Een ligplaats kan niet in een container zitten, want de containers bevatten de ligplaatsen. Dus je ziet hier, als je van links naar rechts gaat, kan ik daar ook met de... Kijk hoor. Ah, kijk, dat is makkelijker voor jullie. Dus je ziet hier al 0, 0 of 1, 0 of meer. En je ziet hier, ligplaats heeft precies één container. Maar één container bevat één of meerdere ligplaatsen. Nou, dat zijn de relaties die je had. En zorg er ook voor dat je netjes die labeltjes erbij zet. Vervolgens hadden we nog het verhaaltje over de sleutels. En in dit geval wordt gezegd, een sleutel kan één of meerdere sleutels bevatten. En een sleutel kan ook in het bezit zijn van één of meerdere mensen. Oftewel, het is een sleutel die wisselt en van meerdere mensen op elkaar gaat.
Wat was ook alweer het mooie van een EED? Dat je daar nog niet hoe moeilijk hoeft te doen over foreign keys of over de meer-op-meer relaties in dit geval. Dus je ziet ook dat in dit geval de meer-op-meer relatie tussen een lid en een sleutel mag je in een EED gewoon opschrijven. Zou je dit nu in een fysiek model gaan stoppen, die bijvoorbeeld het dichtst bij Workbench zou liggen of bij een database, dan moet je hiertussen natuurlijk een tussentabel gaan stoppen, want een meer-op-meer relatie kan niet in een EED of in een fysiek model. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Containercode in een ligplaats is een dit is een goede vraag. Er wordt gevraagd van ja, de containercode is toch een foreign key in een ligplaats? Ja, klopt. Maar in dit geval is het voor een EED een specifiek geval, omdat het in dit geval een primaire sleutel is. En die breng je wel gewoon in kaart bij een EED. De foreign keys in deze mag je impliceren, maar in dit geval heb je hem nodig om de primaire sleutel tot uitdrukking te kunnen laten komen in die EED. Even kijken hoor. Ik had ook nog een relatie tussen sleutel en container. Zou dat extra zijn? In principe is die verbinding niet nodig. En dat is natuurlijk ook een ding wat we bij Databases 1 hebben geleerd. Dus op het moment dat je cirkels hebt in je ontwerp, dan is de kans dat een van die relaties overbodig is altijd heel erg aanwezig. In dit geval kan jij door een paar joins te doen er uiteindelijk achter komen welke sleutel bij welke container hoort. Dus je hoeft hem niet specifiek hard te koppelen. Volgens mij werd er in het verhaaltje ook niet echt specifiek gezegd dat een sleutel ook waar die bij hoort en dergelijke. Gewoon op basis van de naam wordt ervan uitgegaan dat we weten bij wat voor ding die hoort. Op het moment dat we hadden gezegd van hey, sleutels hangen ook aan een container vast of iets dergelijks, dan had ik het inderdaad met je eens geweest om te zeggen van we gooien er nog een extra relatie tussen, omdat je sleutels ook moet kunnen koppelen. En dat is ook weer een andere relatie. En dan lijkt het wel alsof je een cirkel hebt in je ontwerp, maar dan is het niet daadwerkelijk zo. Wat zijn dan de puntjes van aandacht? Ik heb het net al een paar opgenoemd tussendoor. Entiteit. Naam is altijd enkelvoudig en begint met een hoofdletter. Dus lid, ligplaats, container, sleutel. Attribuutnamen zijn ook enkelvoudig en beginnen allemaal met een kleine letter. Dus voornaam, achternaam, straat, huisnummer enzovoort. Non-identifying foreign key attributen mogen achterwege blijven. Dus dat is wat het net gevraagd werd. Ja, waarom deze wel, maar de rest dan niet? Omdat dit dus geen non-identifying foreign key is. Dit is een identifying foreign key, omdat die dus ook tevens de primaire sleutel is. Dus die mag wel. Geef elke relatie een duidelijke naam. Nou, dat zagen we net ook. Huurt, bevat, bezit enzovoort. En relatie-eindpunten hebben een minimum en een maximum kardinaliteit. Oftewel, dit waren de, met mooi woord, kardinaliteiten. Precies 1, 1 of meer, 0 of meer, 0 of 1. Dat zijn de vier die we kennen. Als we deze dan nu vervolgens gaan omzetten in een fysiek datamodel wat Workbench ook begrijpt en wat dus ook uiteindelijk omgezet kan worden naar een database, dan komen we inderdaad die foreign keys er weer bij, omdat ja, je moet er toch wat mee. En we weten nu al dat ook die meer-op-meer relatie onderin hier gaat verdwijnen. Op het moment dat we dat doen, dan krijgen wij een ontwerp als deze. We zien hier nog steeds gewoon lidnummer, primaire sleutel ervoor, toevoeging, straatnummer enzovoort. Er komen datatypes bij. Er komen bij of velden optioneel zijn of niet. Dus in dit geval voornaam, achternaam, straat is verplicht. Maar de toevoeging is optioneel. En we zien hier dat die meer-op-meer relatie tussen lid en sleutel, dat daar een tussentabel tussen is gekomen. En dat de tussentabel ook in dit geval een lid kan één of meerdere sleutels bezitten. Maar een sleutel is altijd in het bezit van één, of een sleutelbezit hoort altijd bij één iemand. En een sleutelbezit kan uiteindelijk altijd maar aan één sleutel hangen, maar een sleutel kan wel weer in meerdere sleutelbezitten zijn. Dus op die manier los je eigenlijk met een tussentabel het probleem van een meer-op-meer relatie op. Vervolgens blijft de rest gewoon hetzelfde. Het enige wat hier nu weer het verschil is met deze, is dat je nu ook te maken krijgt met je identifying en non-identifying relationships. Oftewel, wanneer is iets een stippellijn en wanneer is iets een doorgetrokken streep. En in principe is daar een heel makkelijk ezelsbruggetje voor om het gewoon eigenlijk altijd wel goed te doen. Op het moment dat jij een foreign key hebt in een tabel
en die foreign key zit niet in je primaire sleutel, dan is het altijd een streepjeslijn. Heb jij een primaire sleutel die ook een foreign key is, heb je altijd een doorgetrokken streep. Dat is gewoon altijd de regel. Dus twijfel jij wanneer iets een doorgetrokken streep of een lijntje moet zijn, kijk dan gewoon even puur naar wat voor soort foreign key is het. Is de foreign key ook een primaire sleutel, om niet eens benadenken, doorgetrokken streep. En dat kan je ook heel goed zien hier bij sleutelbezit, want sleutelbezit is dus een tussentabel. Die is ontstaan uit een meer of meer relatie. Dus deze lidnummer verwijst als primaire sleutel naar deze. En de sleutelnaam verwijst als primaire sleutel naar deze. Oftewel, het is een foreign key, maar het is ook een primaire sleutel. Dus doorgetrokken streep. In dit geval, lidnummer heeft een ligplaats. Lidnummer is in dit geval een optionele relatie voor een key die erin zit. Dus je ziet al, niet in de primaire sleutel, stippellijn. Ligplaatsnummer, containercode, wel weer primaire sleutel voor een key, oftewel doorgetrokken streep. Als laatste, waar je misschien nog wel nu wat fouten in gemaakt kan hebben, is of je de juiste cardinaliteiten ergens bij hebt staan. En daar heb je eigenlijk ook gewoon een heel handig ezelsbruggetje voor, van wat ik mijn studenten in de klas eigenlijk altijd wel uitleg. Is als je die twee tabellen naast elkaar hebt staan en je moet gaan bepalen wat nou de relatie tussen beide tabellen is. Ja, ik kan het nu moeilijk laten zien, maar wat je over het algemeen doet, is je legt eigenlijk op het moment dat je nu bijvoorbeeld huurt wil gaan uitleggen, leg je eigenlijk je vinger over deze heen. Wat hier staat, boeit niet. Wat je nu gaat afvragen is, oké, één lid huurt hoeveel ligplaatsen? 1 of meer, 0 of meer, precies 1, enzovoort. Het antwoord op die vraag zet je aan die kant neer. Vervolgens draai je de vraag om, dus je legt je vinger over, whatever je net hier neergetekend hebt, leg je daar je vinger overheen, wat er staat boeit niet. En vervolgens vraag je je af, oké, door hoeveel leden wordt één ligplaats gehuurd? Dus één ligplaats, door hoeveel leden kan die tegelijkertijd gehuurd worden? En dan is het antwoord, ja, 0 of 1, een ligplaats kan verhuurd zijn, of hij kan verhuurd zijn aan één iemand, maar hij kan nooit aan meerdere mensen verhuurd zijn tegelijkertijd, tenzij het verhaal dat zegt. En het antwoord op die tegenovergestelde vraag zet je dus aan de andere kant neer. En op die manier zorg je ervoor dat je altijd de juiste vraag, eigenlijk de juiste kardinaliteit neerzet. Dus je denkt altijd vanuit één. Eén lid huurt hoeveel ligplaatsen, door hoeveel leden huren één ligplaats. Altijd vanuit één denk. En dan doe je het altijd goed. Zijn hier tot zover vragen over? Dan kan je dat nu in de chat zetten, anders ga ik verder. Mooi, dan ga ik door. Hier had nou een mooie Mintimeter tussen kunnen zitten, van of jullie het begrepen. Maar goed, we gaan door. We gaan het hebben over relaties. Er is nog één relatie die jullie bij databases 1 niet hebben moeten doen. Dus misschien ook wel degene die eigenlijk misschien het lastigste te bekijken is, te bedenken. En dat is de zelfrelatie. Ja, relatieadvies, ja, leuk. En dit noemen we ook wel het Drosteffect. Ik weet niet of jullie ooit wel eens rozijnen gegeten hebben of drosten gezien hebben. Volgens mij is het ondertussen heel erg oud. Ik kreeg vroeger van die kleine drostendoosjes met hele kleine rozijntjes erin. En het leuke van dat Drosteffect was dat er eigenlijk op het doosje van de rozijnen een ander doosje van rozijnen stond. Met daarin ook weer een doosje van rozijnen. Met daarin ook weer een doosje van rozijnen. Dus je kon altijd eigenlijk hetzelfde als ik had laten zien. Als je dus op, laten we zeggen dat we dit gaan doen. Dit is het Drosteneffect. Dus een scherm, in een scherm, in een scherm, in een scherm. Het is recursief gedrag, noemen we dat. Dit gedrag kan je eigenlijk ook in een database representeren. Je wil namelijk soms relaties hebben die weer naar zichzelf verwijzen, om weer naar zichzelf te kunnen verwijzen, om weer naar zichzelf te kunnen verwijzen. En het mooiste voorbeeld daarvan is in dit geval een werknemer die een baas heeft. Een baas heeft weer ook een baas boven zich, die heeft ook weer een baas boven zich, totdat je uiteindelijk bij de directeur van het bedrijf bent en die heeft natuurlijk geen baas boven zich. Maar in een database wil je die relatie van wie staat boven wie in kaart brengen. En dat kan je doen met een recursieve zelfrelatie in dit geval. Dus we gaan daar een kleine uitbreiding op doen.
Als er meerdere leden in één gezin lid zijn van de windsurfvereniging, hoe breng je dat dan in kaart in je relatie? Dus ik wil jullie daar heel veel 2 minuutjes voor geven. Ik zet het timertje weer even aan, 2 minuutjes. Denk even na over hoe je een recursieve relatie om dit verhaal mogelijk te maken. En tijd. Nou, als het goed is, heb je uiteindelijk iets getekend, als mijn muis door wil, als dit. En dit is ook hetgeen wat dus voor de meeste mensen echt de hoofdbreker is van hoe je nou een relatie op jezelf gooit en wat je dan voor kardinaliteiten erbij zit en moeilijk, moeilijk. Het makkelijkste hoe je dit nu kan representeren is door het als een enkele tabel te zien die toevallig 2 keer bestaat. Dus ik ga heel even naar Paint schakelen en dan gaan we gewoon eens even laten zien hoe we dit nu het beste kunnen doen. Dus ik heb al wat klaar gezet. Die. Heel even naar mijn hoofdscherm schakelen. En zo. Dus ik heb hier een prachtige tabel 1 en tabel 2 gemaakt. Hoe je je moet voorstellen is als je dus een tabel als lid hebt, in dit geval lid. Nee, lid. En er wordt tegen jou gezegd, ik wil nu een relatie hebben waarmee je tegen van een lid kan zeggen dat hij ook een gezinslid, dat hij onderdeel is van een gezin in dit geval. Nou, we weten nu al dat vanuit een database vanuit 1 ding naar meerdere dingen verwijzen, dat kan niet. Ja, dan moet de hele stream herstarten. Waarvoor heb je de delay nodig dan? Oh, wacht, de delay, ja, die staat al op 0. Het is gewoon Twitch, is gewoon traag. Ja, het is kut Twitch, precies. Dus een lid. En een lid willen we eigenlijk van zeggen, oké, bij welke familieleden horen daarbij? Maar als je bijvoorbeeld even denkt aan een ouder en een kind, dus als we even een klassiek gezin pakken, hebben we een vader, een moeder en een kind en nog een kind. Op het moment dat je deze 4 mensen nu in een database zou zetten, heb je dus 4 rijen nodig. Op het moment dat wij nu willen zeggen dat een kind bij een bepaald familielid hoort, of van bij een bepaald gezinslid hoort, dan moet je dus een relatie kunnen leggen naar waar die bij hoort te zitten. Nu ik erover nadenk, vind ik dat best een heel slecht voorbeeld, maar maakt ook niet uit. Dus wat moet je doen in een database om ervoor te zorgen dat de vader en de moeder en het kind allemaal bij elkaar horen in 1 gezin? Dus in dit geval is het makkelijk om te zeggen, nou ja, wat zijn de ouders van bijvoorbeeld een kind? In dit geval zou je dan zeggen, oké, kind, de rij van het kind, krijgt dus een verwijzing naar de vader en de moeder waar die bij hoort. Dat zou vaak betekenen dat je de regel vaak nodig hebt als je alle familieleden aan elkaar wil koppelen. Maar een kind hoort dus bij een vader. En een kind hoort ook bij een moeder, enzovoort. Dus hoe je dat in een database zet, is dat je uiteindelijk dus een... Dat gaat vreselijk in Paint altijd. Dat is mijn lijn. Ik had net zo goed de stift kunnen pakken. Dus je gaat eigenlijk een foreign key naar jezelf leggen, zodat je die aan ID aan de een, aan de ander kan verwijzen. Omdat dit nogal moeilijk in te beelden is, is het makkelijker om te zeggen, oké, ik ga even doen alsof lid in dit geval 2 leden te bellen zijn. Dus je hebt lid en je hebt lid. En dan wordt het in 1 keer een stuk makkelijker om zo'n relatie ook te gaan tekenen. Want wat ga je eigenlijk vragen? Dus dit kan weg. Je gaat jezelf afvragen, hoort bij. Dus stel dat we nu een lid 1 in de database hebben staan. En we hebben een lid 2 in de database. Nogmaals, eigenlijk is dit allebei hetzelfde tabel. Dat betekent dat deze 2 rijen allebei in hetzelfde tabel staan. Maar we willen in dit geval zeggen dat 1 van de leden het hoofdlid is en dat er andere leden bij horen. Dus lid 1 is hoofdlid. Ik zet het wel even achter. Hoofdlid. Lid met een D alsjeblieft. Dankjewel. En lid 2 lift eigenlijk mee op het abonnement van lid 1. Wat doe je dan?
Je hebt eigenlijk lid 1 hier zo en dan ga je afvragen, oké, wat is dan de relatie tot lid 2? Wat is dan handiger? Gaat lid 1 vertellen welke leden er allemaal meeliften op zijn relatie of op zijn abonnement? Of gaat lid 2 aangeven op welk abonnement hij meelift? Misschien is hij ook wel lid, ja. In dit geval, omdat we dus weten vanuit een database dat één row kan nooit in één regel naar meerdere andere regels verwijzen. Dus lid 1 kan nooit aangeven dat hij lid 2, lid 3, lid 4 allemaal als meelifters op zijn abonnement heeft. Kan wel, maar dan ga je dingen krijgen als 2,3,4 in één kolom die je neer moet zetten. Moet je dingen weer gaan splitten, kan je uiteindelijk niet in een join meenemen. In ieder geval irritant. Dus wat je doet bij een recursieve zelfrelatie is dat de dingen die ergens bij horen verwijzen naar hetgeen waar ze bij horen. En je gaat straks wat voorbeelden zien waardoor dat eigenlijk altijd geldt. Dus in dit geval, lid 2 gaat aangeven of hij hoort bij een ander lid. Dus hoort bij, krijgt hij erbij. En dat is een foreign key. Dus FK hoort bij. En in dit geval een ID. Dus een lid hier heeft een ID. En deze heeft een ID. En ze hebben allebei een woord bij. Want nogmaals, het is hetzelfde tabel. Ik trek hem alleen even los nu voor het beeld. Zo. En vervolgens ga je je afvragen. Oké, nou lid 1. Hoort die bij een ander lid? Nee. Oftewel, deze kan dus aan de kant van lid 1 in dit geval leeg zijn. Nul. Helemaal niks. Hij verwijst naar een parent, inderdaad. Gaan we naar lid 2 en gaan we vragen, oké, bij hoeveel hoort bij, wat kan daar dan ingevuld worden? Nou, in dit geval wordt voor lid 1 dan in dit geval hoort bij ID 1 ingevuld. Hierzo is het gewoon ID niks. Dus die verwijst dan daar naartoe. Heb je nu een lid 3 die ook meelift op het abonnement van lid 1? Nou, dan krijg je weer een hoort bij ID 1. Komt er nog een lid 4 die ook meelift op het abonnement van lid 1? Krijg je dus daar ook gewoon een ID 1. Maar in dit geval, hoofdlid heeft nooit dat hij onderdeel is van een ander abonnement. Dus die blijft altijd op een foreign key leeg staan. Je hebt natuurlijk ook gewoon leden die helemaal niet meeliften en gewoon een nieuw abonnement afsluiten en dergelijke. Dus die hebben ook geen verwijzing. Dus die zijn eigenlijk net als lid 1 in dit geval een lege hoort bij. Waarom leg ik dit allemaal uit? Omdat je nu eigenlijk aan de hand van deze informatie kan gaan uitvogelen wat nou precies de relatie tussen deze twee verschillende dingen is. Dus de vraag is nu ook, waarom zijn beide kanten van de relatie eigenlijk optioneel? Dat was eigenlijk een Mentimeter-vraag, maar ik heb geen zin om die nu te doen, dus die gaan we zo meteen overslaan. Waarom is dit? Omdat dus een lid niet altijd per se lid hoeft te zijn van een abonnement van iemand anders. Dus in dit geval, lid heeft gewoon zijn eigen abonnement. Die heeft dus geen hoort bij ingevuld. Dus die heeft op zichzelf, moet je je dus voorstellen dat je lid 1 aan beide kanten hebt staan. Hoort lid 1 bij lid 1? Nee, niet. Dus oftewel, hij kan hier een optionele kant hebben. Ik ga het gewoon even tekenen nu. Zo. Het is dus 0 of 1. Aan de andere kant kan een lid horen bij een andere. Ja, maar dat is ook dan in dit geval 0, 0 of meer. Dus hoort bij is niet helemaal het mooie dingetje, maar het gaat er uiteindelijk om. Ik moet het even ongedaan maken. Dus één lid, hoeveel leden kunnen er onder zijn naam vallen? Nou, 0 of meer. Eén lid, bij hoeveel abonnementen kan die lid zijn? Nou ja, bij 0 of 1. Ja, ik heb hem nu even losgetrokken, maar in principe ziet hij er in Workbench ook gewoon zo uit. Het is een relatie op jezelf, alleen komt hier dan nu dus een hoort bij, FK bij, die toevallig gewoon een foreign key op zichzelf heeft. En dat is dus een beetje, dat is dus waarom mensen het lastig vinden. Even kijken, maar als je het even over lid 2 hebt, ga je er dan ook niet vanuit dat er een parent lid 1 is. Nee, want lid 2 kan ook gewoon een op zichzelf staand abonnement hebben zonder dat hij meelift op iemand anders. Dus is in dat geval hoort bij, leeg, niet ingevuld, optioneel. Lid 2 kan er ook voor kiezen om mee te liften op het abonnement van iemand anders en dan wordt hoort bij wel ingevuld.
Maar het makkelijkste wat je dus kan doen om hier zo een goede kardinaliteit in te vullen, is dus door te zeggen: oké, ik ga deze gewoon heel even kopiëren. Ik leg hem ernaast, trek een rechte streep en dan ga ik hem invullen. Want dan lijkt hij gewoon het meest op wat jullie tot nu toe gedaan hebben. En je zult merken als je dit vaak genoeg gedaan hebt, dan is dit op een gegeven moment niet eens zo heel gek meer met hoe je dit nu moet lezen. Maar in eerste instantie is voor de meeste mensen het recursieve denken van oh, een verwijzing naar jezelf en dat is lastig. Ja, precies. Ik ga hem straks, volgens mij heb ik in mijn voorbeelden straks ook nog een recursieve relatie hier zitten. Dan laat ik even zien wat je ermee kan. Hey, dat is een hele oude. Ja, hier heb ik geen zin in, ook in het kader van tijd. Dus dit ga ik overslaan. Waar moet je in een fysiek datamodel even op letten? Nou ja, wat we net al zeiden, many-to-many relaties worden sowieso omgezet in koppentabellen. Je voor- en kies komen er in dit geval bij, dus waar ze bij een EED er nog niet in zaten, komen ze bij deze er wel bij. Vervolgens moet je ook aangeven of dus datatypes, of in ieder geval attributen datatypes hebben, varchar, int, double, float, money, date, whatever. En of ze optioneel zijn, ja of nee. Dus een naam kan ingevuld zijn of hij kan niet ingevuld zijn en de database kan van jou afdwingen of dat wel of niet moet. In het geval dat je het nodig hebt, kan je served keys introduceren, maar er is niet echt per se een puntje van aandacht wat je mee moet nemen, maar het kan zijn dat je circuit keys introduceert omdat je een primaire sleutel iets moet geven. Eigenlijk in een relationele database is een tabel zonder primaire sleutel eigenlijk geen goede tabel. Eigenlijk alles heeft altijd een primaire sleutel. Heb jij dus geen primaire sleutel in je dataset zitten, moet je hem er op dat moment bij verzinnen. Maar als het goed is, heb je dat voor een deel al in je EED gedaan ook. En hij staat in de derde normaalvorm, oftewel hij is eigenlijk compleet genormaliseerd, helemaal opgeknipt, geen nutteloze dubbele dingen meer, omdat hij daarna gewoon de database ingaat en je data dan ontdubbeld is. Zoals ik zei, relationele dingen gaan jullie nog regelmatig zien. Ik ga het er later vandaag ook nog een keertje over hebben, want we gaan er wat voorbeelden over doen. Ik wil nu heel snel even kijken hoor. Het is nu 10 over. Ik ga geen 10 minuten pauze doen. Ik ga 5 minuutjes pauze doen. Dan kun je even een kop koffie halen, even wat drinken. En dan gaan we door naar de SQL deel van deze les. Oké, en de pauze is weer om. Ik heb heel even zitten puzzelen, maar er komt nu best een groot stuk SQL-herhaling langs. Maar ik heb ook nog best een hoop te vertellen over de joins, wat eigenlijk nog gewoon het nieuwe onderwerp van vandaag is. Dus ik wil het hoorcollege niet alleen meer in het teken laten staan van herhaling. Ik bedoel, dat kunnen we ook wel op een ander moment, op een andere manier doen. Dus ik ga helaas het Mentimeter-gedeelte voor vandaag overslaan. Mogelijk als we de volgende keer wat meer ruimte en tijd hebben, kan dat altijd nog. Maar voor nu moet ik echt gewoon dat overslaan om gewoon het join-verhaal wat beter te kunnen doen. Dus helaas gaan we hier vandaag maar niks mee doen. Dus we gaan het hebben over joins. Dus ik ga wel heel kort even gewoon opnieuw herhalen wat SQL ook weer was en hoe het werkte. Maar ik ga jullie daar verder geen rare vragen of iets dergelijks over stellen. Ik ga denk ik ook gewoon voornamelijk dingen laten zien. Ik heb Workbench klaar staan. Ik heb de database geïmporteerd. Dus ik kan gewoon ook laten zien hoe het werkt. Wat was queryen ook alweer? Queryen was een manier om met de database te gaan communiceren. Er staat data in je database. Dat wil je eruit halen. En met een select query, select sterretje, from en dan een naam van een tabel, kan je de dingen uittrekken. Ik ga heel even naar mijn hoofdscherm schakelen. Dat wordt een stuk makkelijker. Dus we gaan deze heel even stoppen. Die kan weg. Mentimeter is helaas afgeschoten bij deze. Daar is mijn OBS. Daar, oh ja, die timer kan uit. En we gaan naar het hoofdscherm. Even op mijn chat blijven letten.
Nou, de timer hebben we ook niet meer nodig. Zo, ik ga dit gewoon hier neerzetten. Dan scheelt mij een hoop gedoe met schakelen iedere keer. Dus we gaan het hebben over een aantal joins. Maar wat we zeiden, je kan met een database gewoon queryen. Dingen uit je database trekken. Dus select sterretje voor een werknemer. Zeg je in dit geval, geef mij alles uit de tabel werknemer. Krijgen wij de hele set aan data. Doen we het voor afdeling in dit geval. Krijgen we alle afdelingen. Wil je dat gaan doorspecificeren, kan je dan zeggen where naam is marketing in dit geval. En dan krijg je alleen de afdeling waar de naam marketing in voorkomt. Oftewel, hiermee kan je best wel wat instructies naar een database sturen op een relatief simpele manier. In de vorige Databases 1. Bij database 1 hebben jullie geleerd wat de inner join is. Volgens mij hebben we het niet expliciet een inner join genoemd. We hebben het gehad over tabellen aan elkaar knopen. Oh. De manier waarop we dat deden is eigenlijk een van de vele vormen van joins. De standaard join is oftewel de inner join. Wat doet de inner join? De inner join zorgt er eigenlijk voor dat je twee foreign keys, maar het hoeft niet eens een foreign key te zijn. Je kan letterlijk alles aan elkaar knopen als je dat zou willen. Om twee velden aan elkaar te knopen. Zoals we hier zien dat we een personeelsnummer 1349 en 782 hebben. Met daarbij de afdelingscode FIN en PZ. Kunnen wij met een join ervoor zorgen dat wij FIN kunnen vastknopen aan de FIN van de afdeling en de PZ van de afdeling, zodat wij deze informatie er ook bij kunnen rapen. Dus wij zien hier select A naam is afdeling, W voornaam, W achternaam van afdeling A in de join. Wat is het specifieke gedrag van de in de join? Die zegt eigenlijk, op het moment dat jij nu geen data kan vastknopen aan de join die ik van jou vraag, ben ik niet geïnteresseerd in de data die eruit komt. Oftewel, als wij nu een join proberen te doen van fin hierop, mijn fin zou in deze tabel niet bestaan, dan zeggen we eigenlijk van oké, laat me zitten, ik hoef hem niet te tonen. Dan laat hij deze dus weg. Zoals we hier even doen, dan gaan we zeggen select sterretje from werknemer, begin ik even mee. Nou, pakken we er even bij. Dan zien we dus dat PZ en fin bestaat als afdelingscode. Die wil ik erbij gaan rapen. Dus we gaan zeggen, oké, in de join, afdeling. En ik zou zeggen, probeer altijd met aliases te werken, want dat maakt je leven tijdens het joinen een stuk makkelijker. Dan zeggen we A, afdelingscode is W, afdelingscode. En op deze manier knopen wij nu dus deze informatie vast aan de data die in afdeling staat. En dan krijg je dit erachteraan. Dus je ziet hier, hij heeft gezien dat hij die aan die kan knopen. En dan krijg je dat erbij. Hij heeft gezien dat hij die aan die kan knopen. En dan krijg je dat erbij. Dat is een inner join. Zou fin nu niet bestaan in afdeling, dan zou die hier in dit geval fin gewoon helemaal niet tonen. Want een inner join zegt eigenlijk alleen als deze join lukt, deze twee dingen, dan pas mag je de regel die ontstaat laten zien. Lukt het niet, laat hem dan weg. Dat is de inner join, die hebben jullie bij de databases 1 gezien. Wil ik niet heel veel woorden meer verder aan vuil maken. Je knoopt meer één of meerdere tabellen op deze manier aan elkaar. Maar, er zijn dus ook nog manieren. Wat nou? Ja, ik ga hem even niet aan de slides houden. Ik ga gewoon mijn eigen verhaal doen. Er zijn verschillende typen joins. De inner join is dus, alleen als we twee dingen echt aan elkaar kunnen knopen, willen we het laten zien. Je hebt ook een left join en de right join. En eigenlijk dus de afbeelding die ik in het begin van mijn stream zeg maar als splash had staan. Die kan ik ook wel heel even pakken. Dat is deze. Deze afbeelding is goud waard. Heb jij straks moeite om te gaan bepalen wat voor soort join jij nodig hebt? Kan je het beste gewoon twee cirkels tekenen en de vlakken invullen. Want aan de hand daarvan kan je heel veel voor jezelf gaan bepalen. Wat wil je namelijk doen met een join? Je wilt twee tabellen aan elkaar knopen. Op het moment dat je twee tabellen aan elkaar knoopt, moet je het eigenlijk zien alsof je een linkerkant hebt en een rechterkant. Je hebt eigenlijk links van het verhaal de tabel waaruit je selecteert en rechts van het verhaal de tabel die je eraan probeert vast te knopen. Dus stel dat wij nu zeggen, wij willen een join doen
tussen werknemer en afdeling, dan is werknemer de linkertabel, dan is afdeling de rechtertabel. Dat onderscheid is heel belangrijk om even vast te houden. Op het moment dat jij dan een left join gaat doen, zeg je eigenlijk, ik ga nu alles uit de linkertabel selecteren, dus echt letterlijk alles wat daarin staat. En indien mogelijk wil ik hetgeen wat er aan vastgejoind kan worden, ook zien. Dat is dus heel ander gedrag dan wat een inner join doet, want daarbij zeg je eigenlijk alleen maar, oké, alleen als de join lukt, 100%, wil ik het resultaat zien. Bij een left join zeg je eigenlijk, nee, ik wil alles uit de linker tabel zien en mocht het mogelijk zijn om er iets uit het rechter tabel aan vast te knopen, is dat het enige wat we eraan vast willen hebben. Right join, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Je wil eigenlijk alles uit het rechter tabel altijd tonen en indien mogelijk ook het linkerkant eraan vastknopen. Dus je hebt een inner join voor alleen maar de dingen die gejoind kunnen worden. Left join voor alleen maar de dingen. Voor de volledige linkerkant met daaraan vastgeknoopt mogelijk de rechterkant. En een right join, alles uit de rechterkant met mogelijk iets uit de linkerkant daar vastgeknepen. Waarom zijn deze joins nodig? Omdat je op die manier hele verschillende soorten queries kan gaan schrijven. Nou, dan ga ik wel even het voorbeeld van de slide erbij pakken. Want wat willen we bijvoorbeeld doen? Wat als je afdelingen wil tonen, ook als deze afdeling geen werknemers hebben. Dus we gaan hem eerst maar gewoon even doen met een join, of met een inner join, en daarna met een andere soort join. Dus we gaan zeggen, voor alle afdelingen zien, afdeling A, krijg je dus alle afdelingen. En nu wil ik zeggen, oké, ik wil nu van alle afdelingen zien waar iemand werkt. Maar, van een werknemer, hebben we ook gezien dat er in ieder geval één iemand is al die niet op een afdeling zit. Op het moment dat ik nu een inner join ga doen op afdeling en werknemers, dan is het enige wat eraan vastgeknoopt gaat worden aan de rechterkant, degene die daadwerkelijk gekoppeld kunnen worden. Dus op het moment dat ik nu doe, from afdeling, inner join, werknemer W, nee, werknemer W, om A, W punt, afdelingscode, hij helpt me niet waarom, afdelingscode, dus in de join, oftewel, we knopen alleen aan elkaar wat daadwerkelijk aan elkaar geknoopt kan worden. Daarom deed hij gek. Oh. Kijk, dat verklaart een hoop. Dan zien we nu dat hij dus alleen maar deze twee werknemers eraan vastgeknoopt heeft. Want dat was ook het gedrag wat we zeiden van in de join. In de join laat alleen de resultaten zien van de dingen die daadwerkelijk aan elkaar geknoopt kunnen worden. In dit geval valt Frans Zwart dus buiten de boot, want die werkt niet op een afdeling, dus die wordt niet meegenomen in de inner join query. Maar we kunnen dat probleem dus oplossen. In dit geval, afdeling is onze linkerkant van het verhaal. Werknemer is onze rechterkant van het verhaal. Dus als wij nu zeggen, ja oké, ik wil waar mogelijk de werknemer eraan vastknopen, maar ik wil hoe dan ook alle afdelingen zien. Dan kan je er dus voor kiezen om in plaats van een inner join te doen, een left join te doen. En dan zul je zien dat Frans Zwart er nu ook gewoon bij getoond. Ik zit met werknemers in mijn hoofd. Dat de afdeling, die dus aan geen werknemers gekoppeld zit, ook getoond wordt. Doen we een right join, ja, dan lost het niet heel veel op. Dan blijft hij gewoon terugvallen op het standaard gedrag. In dit geval zou hij dan zelfs Frans Zwart tonen, omdat hij daar dus geen afdeling aan vast kan knopen. Zoals ik net zei, linkerkant, rechterkant. Op het moment dat je een right join zegt, zeg je eigenlijk altijd, geef mij alles uit de rechtertabel en probeer daarvan de linkerkant wat aan vast te knopen. Doe je een left join, doe je het tegenovergestelde, dan zeg je dus, toon alles van de linkerkant en knoop daar indien mogelijk iets aan de rechterkant aan vast. En dat zien we dus hier. We zien dat hij alle afdelingen toont. En mogelijk, waar mogelijk, personen eraan vastknoppen. Dus dit is een left join. Dit is een right join. En ik vertel dit natuurlijk alsof dit super, super duidelijk is en super simpel. En dat je er niet eens over na moet denken. Maar dit is echt een kwestie van, pak gewoon eens een dataset. En ga eens spelen met wat een linker en een lefter en een inner join nou doet qua verschil. Alleen dan ga je dit echt heel goed leren.
Het heeft mij ook echt wel wat tijd gekost voordat ik uiteindelijk een keertje mijn hoofd eromheen had zitten. Van wat linkerkant, rechterkant, right join. Nou ja, ik doe een inner join, dat werkt. Ik bedoel, dat is het standaard gedrag waarmee je begint. Maar op een gegeven moment ga je echt wel begrijpen en leren wat de kracht is van ook die verschillende soorten joins kunnen doen. Dus dat is de left join. Pak alles uit de linkerkant en knoop er indien mogelijk iets van de rechterkant aan vast. Vervolgens heb je ook nog de outer join. En de outer join zeg je eigenlijk, ik wil van beide kanten alles gewoon eraan vast knopen. Dus ik wil zowel de linkerkant volledig zien als de rechterkant. En indien mogelijk dingen aan elkaar geknoopt kunnen worden, wil ik dat ook gaan zien. Er werd net volgens mij in het begin van de stream al door iemand gevraagd van, nou ja, die outer join, dat doe je toch eigenlijk nooit? Ik heb hem eigenlijk zelf nooit echt hoeven gebruiken. Dus hij is inderdaad best zeldzaam, maar er zijn zeker use cases dat je hem wel wil hebben. Als we deze heel even pakken, ga ik die gewoon even in workspace plakken. En zo. Dan zien we in dit geval dat hij niet helemaal doet wat ik zou verwachten, maar goed. Oh. Een full auto join, ja. Ja, dus er zijn. Dat is ook wel even handig om te weten. Dus de auto join is hetzelfde als de full auto join. En de join is over het algemeen inderdaad daarbij standaard de inner join. Dus op het moment dat je geen inner erbij zet. Dus je kan ook gewoon join doen. Dan valt die vaak terug op het standaard gedrag van een database. En in dit geval is dat eigenlijk altijd wel inner join bij een database. Even kijken hoor, nou ben ik zelf in de war. Ik doe natuurlijk heel veel dingen tegelijkertijd. Goeie vraag. Er wordt gevraagd, wat als je dit met meerdere... Ik ga het gewoon even laten bij de left and the right join en die outer join. Ja, leuk, maar zal wel. Er wordt gevraagd, wat als je dit met meerdere tabellen wil gaan doen? In principe moet je je voorstellen, SQL die voert de code van boven naar beneden uit. Dus op het moment dat jij meer dan één join bij elkaar hebt staan, dus ik doe even nu even voor de makkelijkheid zo, left join, dan is de eerste join is de linkerkant van het verhaal dit. En dit is de rechterkant van het verhaal. Vervolgens kom je bij een tweede join uit, dan is dit hele gedeelte bij elkaar, dus alles wat hij tot op dat punt toe hebt kunnen joinen en hebt kunnen maken in de result set is op dat moment de linkerkant van het verhaal en dan wordt dit de rechterkant van het verhaal. Dus je kan in een query left, right, inner, allemaal door elkaar combineren, omdat hij uiteindelijk doorwerkt op hetgeen wat hij met de joins ervoor allemaal bereikt hebt. Dus ik schrijf regelmatig wel queries van waar ik dit soort dingen echt om en om doet, omdat je bijvoorbeeld soms gewoon 5 tabellen aan elkaar moet knopen, maar dat je ook afhankelijk van de relaties onderling soms geïnteresseerd bent in de hele rechterkant en soms geïnteresseerd in de linkerkant en soms in combinaties daarvan. Maar dit is gewoon valide join SQL eigenlijk. En dus nogmaals, dit is de linkerkant als je net begint. Als je bij deze join komt, dan is dit bij elkaar de linkerkant. Komt hij bij deze join, dan is dit bij elkaar de linker join of de linkerkant. Even kijken, hebben we nog. Oh ja, dan hebben we nog de self join. Die is nog ook wel leuk. Dus wat ik gezegd, daar ging ik even wat voorbeelden van maken. Dus nogmaals, dus ik ga dit wel nu even omdraaien, want ik vind select sterretje from werknemer. Inner join afdeling AW dat je niet helpt is w.afdelingscode. Dus dat is de inner join. Dan hebben we de left join. Dan zien we dat alle medewerkers komen, dat die niet per se dat eraan vastplankt. En dan hebben we de right join. En dan zien we dat hij nu alle
afdelingen van de rechterkant pakt, want afdeling is de rechterkant, en daar mogelijkerwijs iets aan de linkerkant aan vastplakt. Dan hebben we nu binnen werknemer, als ik die even los selecteer, een zelfrelatie of een recursieve relatie. We hebben namelijk een personeels- of een persoon kan een chef boven zich hebben. Dus we zien hier dat Frans Zwart chef 782 boven zich heeft. Oftewel, dat is Marie Roos in dit geval. Henk Warmehoven heeft ook 782 boven zich als chef. Maar Marie zelf is zijn eigen baas, denk ik, is de eigen baas en heeft niemand boven zich meer. Maar je wil nu dus, stel dat jij wil weten, ja, wie is nou de chef van Henk en wie is de chef van Frans, moet je dus een join doen om die informatie erbij te kunnen halen. Dus we gaan zeggen, oké, okay, select, doe even W voornaam, from werknemer W. Als je daarmee begint, krijg je dit. En stel nou dat we zeggen, oké, okay, we zijn geïnteresseerd in wie nu de chef van wie is. Dan moet je nu dus nog een keertje een join doen op jezelf. En ik doe het even met een inner join. Dus dan krijg je nu een situatie dat je eigenlijk twee keer werknemer W hebt. Dit kan niet in een database. Je moet je voorstellen op het moment dat jij een join gaat doen op jezelf, dat je echt letterlijk twee keer een instantie eigenlijk van die database tabel pakt. Dus je hebt eigenlijk, spreek je niet over een WW, maar je spreekt over een W1 en een W2. Je wil eigenlijk gewoon twee keer de data die in die dataset zit aan elkaar vast gaan knopen. Dus je hebt een W1 de linkerkant en een W2 aan de rechterkant. En vervolgens ga je de database eigenlijk vertellen hoe moet je de linkerkant nu aan de rechterkant verbinden. Nou, dan gaan we zeggen, oké, okay, onwaar W2.werknemer, is het werknemer ID? Weet het niet meer. Personeelsnummer. Personeelsnummer is en dan W1 chefnummer. Oftewel, we gaan eigenlijk zeggen, oké, okay, knoop nu het chefnummer van de werknemer aan de linkerkant vast aan het personeelsnummer van de werknemers aan de rechterkant. Toevallig is dit gewoon hetzelfde tabel, maar stel dat nu wel hier nu een dat je nu een tabel zou hebben met werknemer of en een tabel met chef. Verandert hier uiteindelijk niks aan. Maar het vervelende is dus, je moet het even inbeelden dat je twee keer dezelfde tabel bijhaalt met een andere alias. En op het moment dat je dit nu doet. Ja, ik moet nog mijn ding aanvullen. Waarom zie ik nu geen resultaat? Hallo? Ja, daar is hij. Zien we nu dat die Henk en Frans hebben gezien, hé, hey, die hebben een chef. Nou, dat klopt, dat is onze inner join, dus hij knoopt nu er alleen af vast. Maar nou moeten we nog de naam van de chef erbij hangen. Dus we gaan zeggen, W2, voornaam. En dan zien we dat werknemer, dus dit is S, naam, doe ik even S, chef. Zien we dat de chef van Henk in dit geval Marie is. En in dit geval de chef van Frans is ook Marie. Omdat ik nu een inner join doe, laat hij dus ook alleen maar de mensen zien die daadwerkelijk een chef boven zich hebben zitten. Maak ik er nu een left join van, dan zou ik verwachten dat Marie in dit geval ook in het lijstje van naam komt te staan, maar dat daar geen chef aan vastgeknoopt zit. Zie je? Vervolgens kan ik nu ook nog een right join doen. En dat gaat, als het goed is, een hele gekke situatie opleveren. Want dan gaan we zien, oké, okay, nu kan je eigenlijk in kaart brengen wie als chef heeft. Dus in dit geval zeggen, oké, okay, Frans is dus blijkbaar geen chef van iemand anders. Henk is ook geen chef van iemand anders. Maar Marie is wel weer een chef van iemand anders. Dus je kan hier met een linker en een right join eigenlijk ook je vraagstelling omdraaien. Right join in dit geval niet zo heel handig, de left join. Dus wel, omdat we nu dus kunnen zien wie wie is. Je gaat nu alleen een probleem krijgen. En dat is eigenlijk een probleem wat in databases eigenlijk altijd speelt. Is, je kan natuurlijk maar één relatie per keer laten zien. Stel dat jij nu een boomstructuur zou willen maken van wie is de chef van welke chef van welke chef. Dan moet je hier wel trucage gaan toepassen om dat uiteindelijk in een database te tonen. Uiteindelijk kan je nu maar tot één niveau diep eigenlijk zien wie de chef van wie is.
Wil je dat dan in een boomstructuur gaan zetten, ja, dan ga je hele gekke queries krijgen. Dus probeer het jezelf in eerste instantie niet al te lastig te maken. Er zijn verschillende oplossingen voor. Volgens mij, die stonden vorig jaar wel in de slides. Ik weet niet of ze dit jaar ook nog langs gaan komen. Maar er zijn een aantal mogelijkheden om dus ook boomstructuren te kunnen gaan tonen. Maar wat is het belangrijkste? Wat is eigenlijk, want we moeten echt binnen 2 minuten nu gaan afronden. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste van vandaag? Je hebt een inner join, je hebt een left join en je hebt een right join. En op het moment dat je een join op jezelf moet doen, heb je dus twee instanties, tussen aanhalingstekens, nodig van dezelfde tabel. Dus in dit geval, als wij werknemer of werknemer willen joinen, heb je een W1 en een W2 nodig om uiteindelijk die twee verschillende datasets aan elkaar te kunnen knopen. Kijken, ben ik er nu doorheen? Nou, sowieso, deze slides staan ook online. Dus heb je wel nog interesse om er nog een keertje rustig op terug te kijken met de voorbeelden? Ja, kijk rustig even daarnaar. Ik heb ook gezien dat Pieter op de HBO ICT YouTube een filmpje heeft gemaakt over joins. Ongeveer hetzelfde verhaal wat ik nu net gedaan heb. Mocht je nog een keertje een herhaling daar ook van willen of door iemand anders uitgelegd, kijk er ook even naar. En verder ben ik er klaar mee. Er wordt nog gevraagd, ja, wat is de self-join? De self-join is dus een join op je eigen tabel doen. Dus jij wil bijvoorbeeld je hebt een hele lijst van werknemers. En een werknemer kan een verwijzing naar een chef hebben die ook een werknemer is. Dus dan moet je een join op jezelf doen om die relatie in kaart te kunnen brengen. En dat noemen we dan een self-join. Maar het is uiteindelijk nog steeds een left join, right join. In de join maakt niet uit. Het is alleen de soort join die je doet, omdat je dus 2 keer dezelfde tabel gebruikt om te joinen. Dat noemen we een self-join. Ik hoop dat ondanks de rommelige start en wat rommeligheden tussendoor, dat jullie er wat van geleerd hebben. En dan hoop ik jullie in ieder geval volgende week gewoon weer te zien. Dus hartelijk dank.